Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer een cake maken. Het is wel een andere cake dan wat normale mensen maken. Dus als je wat weet wat voor cake ik ga maken, blijf dan snel verder kijken naar de intro. Dit is een mok cake. Deze moet je in een mok maken. En dit maak je in een mok en in een magnetron. Hoe makkelijk is dat? Oké. Wat je nodig hebt is halfvolle melk. Halfvolle melk. Nog toe te voegen 50 ml. Oké, ik ga het openmaken. Dit is het enige wat hierin zit. Ik heb een maatbeker nodig en een mok. Ik ga het denk ik in deze maken. Oké, ik begrijp het helemaal. De inhoud van de mok moet 300 ml zijn. Er moet 300 ml in kunnen. Deze kan dat. Oké, nu moeten we 50 ml melk. Ik heb 50 ml melk. Die gaan we nu in de mok stoppen. Ja, oké. Als eerst moet je melk. Oké. En dan is een lepel. Dit moet ik nu gaan roeren. Het moet ongeveer zo worden. Er zitten ook allemaal stukjes van chocola in, dat hoort. Zo kan je smaak proeven. Ik ga een beetje nemen. Ik ga proeven. Lekker. Mijn magneton is 850 watt, maar je kan het op 800 watt gebruiken. Dan moet je 1 minuut en 15 seconden. Je kan het op 900 watt, dan moet je 1 minuut en 10 seconden. En op 1000 watt, dan is het 1 minuut en 5 seconden. Oké. Deze lepel. Oké, hij zit erin. Ik doe hem op 1. Oké. Wow. Kijk. Oké, als hij nog zacht is, dan moet hij nog heel even. Nog een beetje zacht, dus ga ik hem nog 5 tot 10 seconden in de magnetron laten. Oké, hij is uit de magnetron. Nu moet ik hem 2 minuten zo laten. Het is toch niet goed?
niet zo lekker. Kijk, ik denk wel dat jullie weten wat ik hiervan vind. Ik vind het, niet zo. Kijk, toen ik hem uit de magnetron haalde, dacht ik, oké, kan nog wel iets worden. Want toen ging ik 2 minuten wachten, want er stond ook in de handleiding. Toen kreeg ik die lipboy niet in. Toen dacht ik, dit gaat niet goed worden. Toen proefde ik het, vond ik niet lekker. Mijn vader vindt het wel oké. Maar ik denk ook dat mijn slagroom wat lekkerder is. Maar mijn oordeel is een half duimpje. Omdat het wel zijn werk heeft gedaan, maar niet lekker is. En taaien en dat soort dingen. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet op mijn kanaal te abonneren. En ja, vergeet niet op mijn kanaal te abonneren. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Dag!